Waarde Ursuline en Ursulezels, tot u spreekt professor Talisman via zijn telefoon, vermits zijn computer het niet doet. Tenminste, de fotobooth. Maar dit terzijde. Zeggen we, hij wil een banaan onder de plataan, of hij wil een banaan onder de plataan. We zeggen, hij wil, zonder slot T, een banaan onder de plataan. Normaal gezien zeggen we in de derde persoon enkelvoud, t. Hij voetbalt, zij racet, het regent, het sneeuwt, zij zont. Maar onregelmatige werkwoorden als daar zijn willen, kunnen, zullen, mogen, gebruiken geen slot T in de derde persoon enkelvoud. Onthoud dat met een D. Dus bijvoorbeeld, hij wil, zij zal, hij kan, het mag. Een regeltje over de etiketten. Beleefdheid. Professor Talisman leest regelmatig, ik en mijn broer gaan shotten. Ik en mijn vriendin gaan shoppen. Dat is fout. Dat is niet beleefd. We zeggen, mijn broer en ik, mijn zus en ik, mijn vriendin en ik. Of bijvoorbeeld, mijn directie en ik verwachten een vlotte doorlichting. Allemaal samen, mijn directie en ik verwachten een vlotte doorlichting. Weet jullie trouwens wat doorluchtig betekent? Dat betekent in hoog aanzien, zoals de meeste professoren. Oh ja, volgende week laat ik jullie met rust. Pst! Volgende week maandag is het pst! Pst! Het onderwijs gebruikt heel vaak uitdrukkingen. Ik bedoel afkortingen. Pst is eigenlijk PSD, Pedagogische Studiedag. Dus jullie zijn vrij. Tot binnen 2 weken. Dag!